We nemen een kijkje in de toekomst. 2050. 70% van de wereldbevolking woont nu in steden. De technologie heeft zijn absolute top bereikt en het transport was nooit eerder zo efficiënt. Een wereld waarin alles geautomatiseerd is en afstanden steeds kleiner worden. Wat steeds groter wordt is de wereldbevolking, met in 2050 een aantal van 9 miljard. Maar hoe kan de aarde ons alle voorzien van voedsel en water? Jaarlijks sterven er 4 miljoen mensen door tekort aan schoon drinkwater en 10 miljoen mensen door tekort aan voedsel. Daarnaast lijden er 1 miljard mensen aan ernstig overgewicht. Er gaat dus ergens iets niet goed. Het intensief produceren en consumeren van vlees, met name rundvlees, is hiervan de grootste oorzaak. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig. De koe drinkt, wordt gewassen, de mest wordt verwerkt, de stal wordt schoongemaakt en zijn voer is verbouwd. 30% van de wereldzoetwatervoorziening wordt gebruikt voor het verbouwen van veevoer. We produceren momenteel voedsel met voedsel en gebruiken de dieren als een soort fabriek om plantaardig eiwit om te zetten in dierlijk eiwit. Hierbij gaat ruim 90% van de voedingsstoffen verloren. Elk jaar worden er 50 miljard dieren wereldwijd geslacht. Al deze dieren eten jaarlijks 735 miljard kilo graan, mais en soja. De koe eet in zijn leven 8000 kilo voer. Hij weegt nu 600 kilo. De helft daarvan is vlees dat wij consumeren. De rest is slachtafval zoals huid en botten. Hierdoor staat 1 kilo rundvlees gelijk aan 25 kilo plantaardig voedsel. Een gebied zo groot als Europa is nodig om het veevoer te verbouwen. Wanneer wij geen vlees zouden eten, zou Frankrijk genoeg zijn om dezelfde hoeveelheid aan plantaardig voedsel te produceren. Deze gebieden liggen voor een groot gedeelte in Zuid-Amerika. Alleen al in het Amazonegebied wordt jaarlijks 600.000 hectare regenwoud gekapt om er veevoer te verbouwen. Maar deze regenwouden hebben een belangrijke functie. Zij zetten CO2 om naar zuurstof. Door dit ecosysteem te verstoren, versnellen we het broeikaseffect. Het veevoer wordt veelal verbouwd op plekken ver van de dieren vandaan. De 735 miljard kilo graan, mais en soja is allemaal vervoerd. In een goederentrein zou deze hoeveelheid in 12 miljoen wagons geladen moeten worden. Deze trein zou 6 keer de evenaar kunnen omspannen. Ook worden de dieren naar het slachthuis vervoerd en daarna opnieuw als vleesproduct. De vleesproductie verspilt hiermee veel energie en zorgt voor een grote CO2-uitstoot. De wereldwijde transport is verantwoordelijk voor 13% van alle broeikasgassen in onze atmosfeer. De veehouderij voor 18%. Deze 18% bestaat uit CO2 door transport, lachgas uit de mest en methaangas uit de spijsvertering van koeien. Koeien zijn herkauwers en tijdens het verteren van voedsel produceren zij methaangas. Hiervan gaan zij boeren en scheten laten. Eén koe stoot daar wel 70.000 kilometer aan broeikasgassen uit in zijn leven. De Nederlandse veedieren produceren samen jaarlijks 70 miljard kilo mest. Naast luchtvervuiling zorgt mest ook voor watervervuiling. Meststoffen als stikstof en fosfaat worden gebruikt bij het verbouwen van veevoer, waarna deze de grond intrekken en in het grondwater terechtkomen. Wanneer het water de oceaan bereikt, kan het algenbloei veroorzaken. Deze nemen in hoog tempo alle zuurstof uit het water op, waardoor al het leven doodgaat en er een dode zone achterblijft. De grootste dode zone drijft momenteel in de Golf van Mexico. 41% van het grondwater van de VS komt hierin uit. Een dode zone van 18.000 vierkante kilometer is hiervan het resultaat. De intensieve vleesproductie is ook gevaarlijk voor onze gezondheid. Doordat de dieren te dicht op elkaar leven, kunnen ziektes gemakkelijk verspreiden. Daarnaast wordt er onhygiënisch omgegaan met het vlees in slachthuizen. Vieze messen, vliegen en veel soorten vlees worden met elkaar vermengd. Zo kan één gehaktbal het DNA bevatten van wel 1000 koeien. Wanneer één van deze koeien ziek zou zijn geweest, verspreidt de ziekte over al het vlees. Om ziektes tegen te gaan, krijgen de dieren antibiotica. Naast het weren van ziektes bevordert het de groei en produceren de dieren minder mest. De antibiotica zit niet in het vlees dat wij eten. Maar doordat de dieren het dagelijks binnenkrijgen, is de kans groot dat bacteriën muteren en resistent worden. Het middel werkt daardoor niet meer. Wij krijgen deze resistente bacteriën ook allemaal binnen. Naar schatting zal de vraag naar vlees de komende jaren verdubbelen. Al deze dieren zullen ergens gehouden moeten worden. Ze hebben voedsel en water nodig. De mest moet worden verwerkt en alles wordt vervoerd. Hoe gaan of kunnen we dit probleem oplossen? Massaal vegetariërs worden of liever flexitariër? Wanneer wij alleen in Nederland 1 dag per week geen vlees zouden eten, staat dat gelijk aan de CO2-uitstoot van 1 miljoen auto's minder op de weg.
Deze dag kun je opvullen met een vleesvervanger. Net als vlees bevatten deze ijzer, eiwit en vitamine B. Deze voedingsstoffen zitten ook in noten, pinda's, peulvruchten, soja en kikkererwten. Daarnaast kun je vlees vervangen voor zeewier of zelfs insecten. Met zoveel keuze kunnen we gemakkelijk een nieuw dieet samenstellen. Er is ook een nieuwe vleesvervanger op komst. Deze is nog in productie. Maar in de toekomst zal het mogelijk zijn om vlees te produceren zonder slachting, landbouwgrond en grove vervuiling en verspilling. Deze oplossing heet kweekvlees. Vlees gekweekt in het laboratorium. Dit werkt als volgt. Spierweefsel wordt in een kleine pijnloze dosis afgenomen. Spierweefsel bestaat uit spiercellen en vetcellen. Door de spiercellen te ontleden kunnen individuele cellen worden verwijderd om te kweken in voeding. Deze cellen beginnen zichzelf te kopiëren. Uit één spiercel kunnen meer dan 1 miljard cellen groeien. Deze cellen smelten vanzelf samen. Spieren hebben de eigenschap om zich aan te spannen, waardoor zij groter worden en uitgroeien tot een stukje spierweefsel. Uit één klein stukje spierweefsel kunnen opnieuw 1 miljard stukjes groeien. Wanneer je al deze stukjes samenvoegt, krijg je een kweekburger. Met deze techniek zou kweekvlees alleen gemalen vlees kunnen vervangen. Ruim de helft van het vlees dat wij eten is gemalen vlees. Dat zijn jaarlijks 25 miljard minder dieren die worden geslacht, 30% minder energieverbruik, 40% minder broeikasgasuitstoot, 30% minder waterverbruik en 50% minder landbouwgrond. Daarnaast bevat kweekvlees geen verzadigde vetten en heeft het daardoor niet de gezondheidsnadelen van gewoon vlees. Om het vlees toch smakelijk te maken, kunnen er gezonde vetten aan worden toegevoegd, zoals omega-3. Ook gevaarlijke ziektes worden onder controle gehouden, waardoor antibiotica overbodig is. Het kweekvlees kan gevoed worden met algen, waardoor zowel het algenprobleem als landbouwgrondtekort kan worden opgelost. In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn om thuis je eigen vlees te kweken. Naast rundvlees zou je dan ook kip, vis of zelfs wilde dieren kunnen kweken. Tot nu toe zijn de totale kosten voor een kweekhamburger van 100 gram 100.000 euro. Dat is natuurlijk veel te duur en ook de reden dat het nog zeker 15 tot 20 jaar gaat duren voordat het kweekvlees in de supermarkt ligt. Er moet nog veel tijd en geld aan te pas komen om kweekvlees tot een serieus consumentenproduct te maken. Maar één ding is zeker, de huidige vleesproductie mag en kan niet verdubbelen. Dat maakt de kweekburger uit Maastricht een grote eerste stap naar een duurzamere toekomst.